Burgemeester Kees van Rooij van Meijerijstad ontving zaterdagmiddag in het stadhuis in Veghel een 20-tal veteranen uit de Tweede Wereldoorlog. Onder de genodigden was ook de ambassadeur van de Verenigde Staten, Piet Hoekstra. Voorafgaand aan de lunch sprak de burgemeester de veteranen toe en legde uit dat Meijerijstad er alles aan doet om het verleden te herdenken. Van het planten van de bloemen op de vlagheide tot aan de tentoonstellingen en de verschenen boeken. There will be numerous events. There will be various commemorations. There will be a parachute dropping. We planted yesterday more than 3,000 flowers in honor of our liberators. Books were written. Exhibitions are organized. Plays, concerts and much more. Sommige veteranen vertelden wat ze in de oorlog deden. Zo was Guy Whidden een van de parachutisten die gedropt werden. Er was veel veranderd, zei hij. So I, when I came over years ago, I didn't recognize the area where we had been at the Battle of Best. Major Hunt from England spreekt nog een aardig woordje Nederlands. Goedemorgen, luisteraars. Hier is Horizon Nederland. Hier waarlijk aan de waterzonde van de Maas. Teruggebracht in Nieuw Amsterdam speel is 8 uur heden morgen. Leuk. Namen. En de laatste was graven op boven de sluis en graven beneden de sluis. That's my touch. Mr. Glover. Yeah. How was your reception? First class, I think. We always, when we come over here, the reception we get is wonderful. You don't get about it. I mean, they will keep coming back again and again. Na de bijeenkomst verplaatste het gezelschap zich onder luid applaus naar de tribune op het Stadhuisplein om de bevrijdingsfeesten bij te wonen en om getuige te zijn van de passage van de voertuigen die de historische route reden van operatie Market Garden van 75 jaar geleden.